Dit is Smaakmakers, een podcast over eten, drinken en alle andere zaken die het leven leuk en lekker maken. In elke aflevering bespreken podcastmakers Zegert van der Linden en kookboekenschrijfster Suzanne Arets de culinaire hoogte- en dieptepunten uit hun leven. Soms met z'n tweeën, soms met een gast, maar altijd met een gezonde dosis zelfspot. Op een mooie zonnige woensdagochtend komen wij jouw huiskamer binnen. Of misschien wel je auto. Of je auto. Je keuken. Of je oordoppen. Ja, je tijdens het schoonmaken. Ja, tijdens was ophangen doe ik heel vaak. Echt waar? Ja, daar voel ik vaak podcast op. We zijn er weer met Smaakmakers. Zeker. Dag Zegert. Dag Suzanne. Wat hebben we een leuke gasten de afgelopen weken gehad, hè? Nou, echt hè? Ja. Maar we doen het vandaag met z'n tweetjes. Vandaag even met z'n tweetjes, maar we ook hebben leuke dingen, leuke dingen gehad. Ja, dat is echt tof. We worden hier heel blij van. Absoluut. Lieve mensen. En we beginnen zoals altijd met het culinair orakel. Met ons orakel. Eens even kijken. We gaan eens even grabbelen. Oh, welke chef bewonder je? Ja, ik denk dat ik dan uitkom bij iemand waar ik echt heel graag een keer wil eten. Maar wat waarschijnlijk een soort bucketlist dingetje zal blijven voorlopig. Maar Massimo Bottura. Oh. Italië. Osteria Francescana is zijn restaurant natuurlijk. Nou ja, als je Chef's Table gezien hebt. Het was ooit de allereerste volgens mij van Chef's Table. Ik heb hem ontmoet. Oh. Ja. 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 Hou je in. Ja, nee, ik vind het fantastisch. Wat ik te gek vind, ik hou gewoon van als mensen dingen anders doen dan de rest. En daar is hij natuurlijk het schoolvoorbeeld van. Ja. Hij ging dingen compleet anders doen. Hij ging die Italiaanse keuken op een heel andere manier interpreteren. Maar wel gewoon met respect voor de klassiekers en met hoe het geweest is. En met de juiste kennis en ervaring om de bepaalde basisprincipes overeind te houden. Maar het toch heel anders te doen. Ja. Dat vind ik te gek. En daarnaast zet hij zich ook in voor allerlei goede doelen en zo. Enorm. Daar hou ik heel erg van. Dat je niet alleen maar denkt, ik ben chef en kijk maar eens goed koken. Maar dat je ook oog hebt voor anderen om je heen. Ik vind hem fantastisch. Ja. Ik zou heel graag een keer gaan eten daar. Dat lijkt me te gek. Ik vind dat we daar misschien ons personeelsfeestje maar moeten houden. Ja, dan moeten we nog even over de... Dan gaan we even met de baas overleggen. Is er geld? Nee? Nee, jammer dan. Zonde. Dus nee, Massimo. Ja. Ja. Bovenaan de lijst. Ja, mijn lijst is zo lang. Omdat het allemaal mensen zijn die vakidioot zijn. Want je moet echt... Volgens mij ben je gewoon niet goed bij je hoofd als je chef wil worden. Ja, absoluut, ja. Het zijn uren, het is lichamelijk zwaar, het is altijd aanstaan. Ik zou een heleboel mensen tekort doen als ik er eentje noem en ik... Nou, noem er dan gewoon één. En met de notie dat niet betekent dat je de rest afschrijft. Het is duidelijk dat als je één iemand eruit pikt, dat niet betekent dat je absoluut niet onder het tapijt schuift of zo. Ik kan niet kiezen. Noem maar op. Want ik heb al vaker gezegd, ik reis voor eten. En dat is omdat er zo op zoveel plekken fantastisch wordt gekookt. Ik ga er eentje noemen omdat het een onderschat restaurant is. Even in de breedste zin des woords. En dan gaan we toch weer naar Maastricht. We gaan naar Onglet. Toch wel. Ja, en het is grappig. Ik heb, maar daar komen we zo meteen nog op terug. Ik heb laatst een aantal chefs mogen interviewen voor het magazine waar ik voor werk. En één daarvan kwam zonder dat hij wist hoe dol ik op Onglet ben uit bij het schoolvoorbeeld van hoe het wat mij betreft zou moeten, is Onglet. En toen dacht ik, ja, zie je wel. En ze krijgen gewoon niet genoeg credit. Ja. Dus ik roep het nog een keertje. Onglet. Ja. En allemaal. Over een paar weken gaat iedereen de lunchen? Behalve ik. Je was te laat. Nee, ik zat in Zeeland. Oh, je zit dat in was Zeeland. Het probleem. Dat is hem. Dat is een hele rare, hele ingewikkelde reis om te maken. Nee, dat brugje is inderdaad wel grappig. Onglet is open voor lunch vanaf nu. En ik maakte de grap op Instagram, zoals ik wel eens vaker doe. En dat loopt dan uit de hand. Ik wil lunchen bij Onglet, maar wie brengt me daar naartoe? Want toen mocht ik nog niet auto rijden. Ja. En iedereen zei, ja, wil ik wel doen, maar dan wil ik wel mee eten. Want ik wil wel eens weten waarom jij daar zo dol op bent. Dus toen heb ik de chef gebeld en gezegd, luister, als ik nou eens gewoon 30, 35 vrienden meebreng, doe je de zaak dan voor ons alleen open? Toen zei hij, ja hoor, is goed. Kijk maar hoe ver je komt. Ja. Nou, dan moet je niet tegen mij zeggen. Dat was drie uurtjes en toen zat de tent
vol. We hebben een wachtlijst. Zo ontzettend leuk. En we gaan zondag 26 mei. Maar ik zal er in de volgende smaakmakers over vertellen. Gaan we dus met 30, 35 man uit echt heel Nederland. Ja, super van tof. Van Zeeland tot Leiden. En van Tilburg tot Limburg zelf. We gaan met z'n allen lunchen bij Onglet. Heel vet. Ja. Super tof dat dat lukt. Ja. Ja. Heel dus, gaaf. Dat was het bruggetje naar... Naar de gekke vraag. Idee van jou. Ja. Ja. Wat is je favoriete drankje? Nou... Ja. Jongens, ik wil niet kiezen. Moeten we dat nou nog een keer gaan vertellen wat je favoriete drankje is? We hebben er net een hele aflevering over gemaakt. Dus daar mogen nou nog wel iets klaar zijn. Dat mogen het ooit duidelijk zijn. Ik zal mijn andere favoriete drankje ook vermelden. En dat is een Negroni. Oh, oké. Okay. Ja, dat is wel echt een drankje on steroids. Dat drink ik ook niet heel veel achter elkaar, want dat is niet te doen. Want dat is drie gelijke delen Campari, vermoed en gin. En dan natuurlijk het liefst mijn eigen gin. Natuurlijk. IJs erin en heel langzaam van genieten. Heel rustig van genieten. Ja. En jou nou? Ja, een speciaal biertje, koffie, gin tonic. Bittere dingen, denk ik, lekker, zo omnoem. Bitter, koffie, gin tonic... ik hou ook echt van IPA's. Lekker bitter. Kan me eigenlijk bijna niet bitter genoeg zijn. De hoppen die mogen eruit springen zo'n beetje. Zo bitter, heerlijk. Ja, ik denk dat is mijn lijstje. Ja. En wat wordt je favoriet zomerdrankje dit jaar? Nou echt, ik was dus afgelopen zondag, net als de rest van Nederland, in een tuincentrum. En dat is heel grappig. We waren nog nooit geweest in Zeist. Maar die hebben dus een hele leuke lunchroom. Echt leuk gedaan. Daar hebben ze natuurlijk wel meer, maar deze was echt heel leuk. En die hadden dus op de kaart Lowlander. Nou ben ik fan van Lowlander. Ik zal in de show notes linken naar de aflevering die ik ooit maakte over Lowlander. Die kun je vinden. Maar wat ik dus nog niet wist, is dat ze ook soda's hebben tegenwoordig. Frisdranken. Sinds vorig jaar. Ja, en die stonden op de kaart, alle drie. En er was er eentje met gember en yuzu. Nou, dan heb je mij. Bij yuzu houdt het voor mij al dat ik zeg, ja hoor, kom bij mij was dat bij de gember al. Was ik al klaar. Bij gember was ik al klaar. En het is, ja, het was echt een, mag ik het zeggen, te gek? Ja, ja te gek. Mag jij. Heerlijk. Echt lekker fris. Niet te zoet. Het is niet frisdrank, cola, dat je van de suiker door je hoofd stoot. Nee, gewoon lekker fris. Het is echt soda-based. Ja, het is echt heel lekker, licht. Fantastisch. Echt, als dit ergens op een kaart staat komende zomer, dan kom ik bij je langs. Heerlijk. Lowlander is mijn een van mijn grote liefdes qua biertjes. Ik heb ooit mijn eigen biertje bij hen gehad ten tijde van Wereldwijd Borreltijd. Ja. Ik heb toevallig net afgelopen weekend daar een heel leuk event mogen meehosten. Is ook leuk als je trouwens van de zomer in Amsterdam bent. Amsterdam Noord hebben ze nu een groot restaurant. Met een enorm terras erbij. Oh, leuk. Dus pak je lekker het pontje naar de overkant. Goede borrelplanken hebben ze daar. Heel belangrijk. In Utrecht hebben ze een restaurant. Ja, en je kunt er ook inderdaad in het restaurant eten. Ja. Dus echt van de zomer, als je een lekker terras wil... Even naar Amsterdam. Het Lowlander terras opzoeken. Ja, dat was even echt een verrassing. Ik dacht, nou, deze zomer... En ik had ook, dat was de dag ervoor... kreeg ik van iemand een 0,0 wit biertje. Of eigenlijk een 0,5 wit bier. En ik moet eerlijk bekennen, ik weet Lowlander heeft er ook... Dat is dan het biertje van Lowlander waar ik niet zo fan van ben. Dat is mijn lievelings. Ja? Ja. Ik vind 0,0 wit bier vaak een beetje zoet. En een beetje te zoet. Het is te weinig bier voor mij. Ja. Echt te weinig bier. Maar ik had er nu eentje van de Jopenbrouwerij. En als je inderdaad van een alcoholvrij biertje wil... wat gewoon ook nog naar bier smaakt... Ja. Die pakken. Ja, we hebben standaard tegenwoordig de 0,0 van Texel. Texels skumkoppen 0,0. Die is ook heel fijn. Ja. Koelkast liggen. Ja. Heel erg lekker. Ja. Ik vind sowieso, als het gaat over alcoholvrij... is dat biertjes met kop en schouders boven alles... Er zitten zoveel goeie bij. Uitsteken. Ja, de Playground IPA van Brouwerij van de Streek. Als je die een keer ergens tegenkomt, nice. Echt top. Die is super lekker. Ja, dus ja, heel veel 0,0'tjes wat dat betreft. En dat bier is echt heel goed. Ja, zijn echt heel goed mee bezig. Ja, en ik heb ook... Nou, dan hou ik op over drankjes. En over 0,0 drankjes. Ik heb ook, er komt bij ons in Zeist blijkbaar een 0,0 slijterij. 0,0. Oh, wat goed. Die hadden een winactie op Instagram. Ik dacht, nou, doe ik eens een keertje mee. Ik heb een pakketje gewonnen. Nou, 3 alcoholvrije bubbels. Zeker. Ik moet hem nog een keertje krijgen en ophalen. Maar als dat zover is, dan zal ik er ook eens even wat over vertellen. Ik vind 0,0 bubbels echt knap. Ja. Ja. Wij hadden er bij Rijks eentje. Ja, goed hè. Top. Basis van peer. Super lekker. Heerlijk. Heerlijk. Echt heel goed.
Dus nou goed, dat tot zover over de drankjes. Heerlijk. En ja, het chef geïnterviewd. Ja. Je had een hele vervelende werkdag, zag ik op Instagram. Jongen. Dat beetje wat ik weer aan het werk mag, dat doen we dan goed. Ik schrijf voor BCBG Magazine, voor de mensen die dat niet weten. Ik heb daar een column in, maar ik mag daar ook artikelen voor maken. En wij gingen een dagje op stap in Overijssel. Nou, voor wie het niet weet, ik ben opgegroeid in Overijssel. Op 3 verschillende plekken. En wij gingen tijdens deze dag ook naar 3 verschillende plekken. Staphorst, Gramsbergen en Enschede. Tuurlijk. Ja. Ja, Staphorst, nou, Staphorst is een tak eind rij, kan ik je vertellen. Ja, dat is echt, vanaf hier gezien is dat heel eind weg. Ja, dat is klopt. Best een eindje. Maar ja. daar heb je de Groene Lantaarn. En de Groene Lantaarn heeft 2 sterren. Mm-hmm. Zaten voorheen in Drenthe, nu in Overijssel. En het is zo leuk om chefs te interviewen. En dit waren toevallig 3 chefs waarbij hun partner ook in de zaak meewerkt. Dan wel als sommelier, dan wel als gastvrouw. Jonge mensen allemaal. Ja, ja, we moeten gewoon iets meer de andere kant op qua restaurants. Er is dus ook weer in Overijssel zoveel leuks te ontdekken. Ja. Nou is 2 sterren natuurlijk wel ook meteen categorie. Beetje buitencategorie, ja, precies. We kregen een gerechtje te proeven, nou, waar ongeveer een duimdikte kaviaar op zat. heel vervelend. Ja, ja, ja. Dat heette ook beschuit met muisjes. Ik heb er echt heel hard om moeten lachen. Maar de verhalen daarachter zijn dus zo leuk. Ja. En je komt dus op plekken waar je normaliter niet komt. Maar ik heb dus nu meteen 3 nieuwe restaurants waarvan ik denk, oké, die gaan op het lijstje, daar wil ik ook eten. Want we reden daarna door naar Gramsbergen, waar Jelle en Corine sinds 5 jaar, nou iets minder, een restaurant hebben overgenomen. Wat is begonnen als een soort dorpsrestaurant. Het zit ook midden in Gramsbergen. Gingen open weer na de lockdown. En in een half jaar, 3/4 jaar tijd hadden zij hun eerste ster. En zij zeiden echt, wat? Ze waren er niet mee bezig geweest. Ze waren begonnen als een restaurant waar je mosterdsoepjes, schnitzel en dat soort dingen bestelt. Het werd een fine dining restaurant. Michelin zag dat en dacht, die moeten we in de gaten houden. Ja. En na 3 bezoeken kregen zij hun eerste ster. En de verbazing van mensen die gewoon willen gasten willen verwennen, blij willen zijn van wat ze doen, een functie in een dorp willen hebben en dan, nou ja, dit als beloning krijgen. Het was zo leuk om te zien en te horen. En lukt het ze dan nog om die functie in het dorp te houden? Ja, ja? Grappig genoeg, zij zeiden ook van onze gasten zijn met ons meegegroeid. Oh ja. En zij zijn langzaam hun stijl gaan aanpassen aan waar ze eigenlijk vandaan komen. Want allebei hebben bij de Groene Lantaarn gewerkt. Dus weet je, het zijn geen mensen die niks kunnen. Nee. Maar dat wel op hun eigen manier doen. En die eigen gereidheid in combinatie met het heel nuchter zijn over het feit dat je gewoon lekker wil koken en je gasten blij wil maken. Ja, ja, dat vind ik voor, dat sprong bij mij bij deze 3 restaurants er zo ontzettend uit. Want ook het restaurant in Enschede. Ja, Enschede is geen makkelijke stad. Is heel erg veranderd door de jaren heen. Wij kwamen er vroeger omdat het de grote stad was in Overijssel. Ja, ja. Maar culinair gezien was dat, nou ja, best een lastige streek. Het is een textielstad. Het is een studentenstad natuurlijk ook. Studentenstad, maar er komen dus heel veel gasten ook gewoon vanuit het Ruhrgebied in Duitsland naar dat restaurant toe. Ja, de trots en de bescheidenheid en voor de rest gewoon ontzettend lekker willen koken. Ja, ik vind dat echt een feestje om te zien. Echt heel erg leuk. Dus ik heb er nu 3 nieuwe adressen bij. 3 nieuwe plekjes bij. Nou, waar we naartoe moeten. Misschien moeten we nu weer een keer een zondagmiddag lunch gaan plannen. Alle linkjes naar de dingen die we bespreken vind je natuurlijk zoals altijd in de show notes. Uiteraard. In de restaurants die we bespreken. Dus uiteraard. Ik heb een cadeautje voor je. Oh. Zegert. Deze ligt al een poosje in mijn kast. Oh, dat is helemaal eng. Nee, hij is volgens mij is hij nog, als het goed is, nog houdbaar. En anders, er zat namelijk wel een afprijssticker op. En ik vond het nog wel een hele mooie brug naar ons naar het onderwerp waar we het zo over gaan hebben, namelijk knutselvoer. Ja, ik ga het gewoon geven. Ik ben heel benieuwd naar de reactie. Mag ik u geven? Ik presenteer u 1 pakje saladepasta. Oh, smistert.
Ik dacht, hè, we gaan eens even een oud thema erbij pakken. Saladepasta. Nee, saladepasta. Dit is dus, en even voor de mensen die aan het luisteren zijn. We hebben het hier dus over pennen. Het is gewoon pennen. Het is de tricolore pennen, dus dat is leuk met een kleurtje. Maar dan speciaal voor pasta, salade of zo. Why? Ja, ik dacht misschien heb jij er een... Ik bedoel, ja, mijn antipathie tegen pasta salade mogen wel bekend zijn. Maar ik dacht misschien, weet jij waarom er speciaal pasta nodig is voor pasta salade? Nou, het enige wat me daaraan opvalt is dat de pasta korter is. Hij is heel kort, ja. Dus ik denk dat in de categorie makkelijker eten, dat misschien... Dat je het iets makkelijker op je lepel of je vork kan doen, ja, of zo. Maar dit vind ik echt een Nederlandse uitvinding. Dat is bizar, ik denk, hè? Niet dat dit in Italië in het schap. Ik ga van de zomer oprecht op zoek. Ga je zoeken naar saladepasta. Of ik saladepasta kan vinden, want dit slaat helemaal nergens op. Dat is bizar, hè? Ik snap ook waarom die afgeprijsd is. Hij is overigens nog 2 jaar houdbaar, hoor. Dus, oh, dat was het. Ja, was al best wel lang houdbaar. Ja, het is gedroogde pasta. Wat kan, daar kan, ja, heel veel mis mee gaan. Oh, nou ja, wacht. Door de geribbelde structuur hecht de pesto goed aan de pasta. Ja, maar, ik wil geen pesto door mijn pasta salade. Ja, en daarbij laten we wel wezen, pennen heeft vaak een geribbelde structuur. En als we goed geluisterd hebben naar Sarah, in de pasta aflevering wil je juist een beetje ruwe pasta, want dan blijft de saus plakken. Dus ik zou het je nog mooi vertellen. Ik heb 2 pakjes gekocht ervan, nog met een andere vorm. Die heb ik gewoon gebruikt door de pasta saus. Gewoon. Werkt, ja, heel goed. Kan ook gewoon heel, prima, goed. Prima. Nou. Het is echt, het, ja. Leuk bedacht, Zegert. Ja, alsjeblieft. Breng maar weer chips mee. Dit was dus echt... Nou, dit was dus echt... Eetje, ik had gedacht van... Hier kan ik gewoon met mijn hoofd niet bij. Nee. Ik weet ook niet... dit lag al in een afprijsbak, dus ik weet ook niet wat die origineel gekost heeft. Of die duurder is geweest dan gewoon de pasta of goedkoper. Geen idee. Maar... Ik denk het feit dat die is afgeprijsd betekent dat er geen behoefte is. Nee, dat lijkt, is. Me, ja, dat lijkt me toch ook. Want als je gewoon een pak pennen koopt, heb je hetzelfde verhaal. Inderdaad, je zegt hij is vrij kort. Hij is denk ik 1 centimeter of zo, 1,5. In plaats van wat normale pennenlengte is. Maar je hebt hier verder... Ja, het is gewoon pasta. Ja. Ik dacht, mooi, ik heb voor een euro een pak pasta. Kunnen, het is niet bij te knutselen. Nee, toch? Nee. Nee, het is niet speciaal aan geknutseld. We gaan het wel hebben over knutselvoer vandaag. Nou, en of. Dat heeft wat reacties uitgelokt, ja, hè? Ja, nou, en of. Ja, nee, want jij plaatste... Wat was het? Nu ongeveer een weekje geleden of zo... plaatste jij iets in je stories over een pakje dat jij toegestuurd had gekregen. Ik had van Verstegen een heleboel zakjes gekregen... vegetarisch, grotendeels vegan, waar je water aan toe moest voegen en dan met een beetje olie, of heel veel olie, kon je daar balletjes van maken. Ja. En ik vind oprecht dat ik een mening moet onderbouwen. Mm-hmm. Dus ik dacht, voordat ik dit nou afschiet, moet ik hier wel even eerst... Dit zelf moet je gewoon proberen. Ja. Ja. Wat heel gek is, want het is... Alsof je brinta maakt. Waarom moet je water bij iets doen waar je balletjes van maakt? Ja, ja. Geen idee. Alleen, nogmaals, ik vind dat ik een onderbouwde mening moet hebben in plaats van al bij voorbaat iets moet afschieten. Dus ik heb dat gemaakt. Keurig volgens de gebruiksaanwijzing. Dus water, heel veel olie, balletjes van gedraaid, gebakken. Mm-hmm. En geproefd, want... Nou ja, dat hoort erbij. Dat lijkt mij logisch, ja. Met een bepaalde terughoudendheid wel. Alleen, wat ik grappig vond... op de achterkant ben ik natuurlijk gaan kijken... wat zit daar ingrediënten in. Nou, dat was heel veel op basis van erwten. Mm-hmm. Die kun je natuurlijk prima drogen. Daar kun je inderdaad water en olie aan toevoegen. Zeker. Het had qua structuur een beetje weg van falafel. Ja. Wat natuurlijk ook klinkt weer logisch. Niet gek is, want er zitten erwten in. Precies, ja. Maar ik vond het ook iets ontzettend naar nat karton structuur smaken. Alleen... Ik kan oprecht niet zeggen dat het vies was. Nee. Het is voor mij alleen geen eten. Tegelijkertijd, het opent de deuren. En dat is natuurlijk met alle pakjes en zakjes zo. Het opent de deuren naar een publiek die niet weet... hoe ze zelf een vegetarische burger moeten maken. Ja. Of die niet iets kant-en-klaar willen kopen. Alleen, was het nou heel lekker? Nee. Vind ik het eten? Ja. Nee. De twijfel druipt van je gezicht. Ja, ja, omdat het was niet heel vies. Het was ook niet heel lekker. Nee. Mijn tiener daarentegen, die zei... Oh, dit is echt heel erg lekker. Mag ik dat op een broodje? Toen dacht ik, oké, nou prima. Ja. Want die zei inderdaad van... Ja, doe me een beetje aan falafel denken. En ik snap dat. Ja. Maar ik heb nog een aantal van die zakjes liggen. Ik denk niet dat ik ze nog een keer maak. Nee. Nee. Hey, zo eerlijk moet ik dan ook wel weer zijn. Laten we even beginnen
Wij hebben de knutselvoer opgeplakt. Ik kreeg een reactie op Instagram van Karen Luiten. Die zei, moet ik mijn mening nog toelichten? Volgens mij heb ik de term knutselvoer ooit bedacht. Ik denk ook eerlijk gezegd dat ik hem bij haar vandaan heb. Knutselvoer. Laten we even, waar hebben we het over als we het hebben over knutselvoer? Ik denk eigenlijk alles wat niet een natuurlijke vorm aan ingrediënten heeft. Dus als jij met kikkererwten een falafel maakt, is dat geen knutselvoer. Nee. Koop je een zakje waar je water en olie aan toe moet voegen, dan hebben we het over knutselvoer. Ja, en het heeft altijd een bepaalde hoeveelheid toegevoegde spullen waarvan jij denkt, ja, ik weet niet wat het is, ik ken het niet, zeg maar. Ik merk dat dat wel echt een ding wordt, met name in de pakjes en zakjes die er voor maaltijden zijn. We kennen allemaal de Knorr wereldgerechten, en de maaltijdboxen en dat soort grappen. Ik merk dat er ook wel, zoals nu met die zakjes van Verstegen, daar zit eigenlijk helemaal niet heel veel geks in. Het is meer de manier waarop je het moet maken. Ja. Dus ik vind het een beetje vergelijkbaar met dat je een zakje gedroogde soep bijvoorbeeld koopt. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd, officieel is dat natuurlijk ook knutselvoer. Ja, precies. Precies. Ja. Er zit natuurlijk ergens, het is een beetje een lastig definieerbare term natuurlijk ook wel. Want kun je, als je zegt inderdaad niet in zijn oorspronkelijke vorm, ik heb ook altijd diepvriespizza's in de diepvries liggen. Gewoon voor een donderdagavond. Dat is meer gemaksvoer. Dat is gemaksvoer. Maar dat is natuurlijk knutselvoer is natuurlijk ook gemaksvoer. 100%. Dat is gewoon 100%. Dat is gewoon. Ja, en ik moet zeggen, ik heb op zich niks tegen bijvoorbeeld kant-en-klare burgers. Vleesvervangers, moet ik zeggen, is ook een soort van knutselvoer. Ja. Maar ben ik niet dol op. Als ik een vlees wil vervangen, doe ik dat toch vaak door paddenstoelen of groenten of dat soort dingen. Ik vind vega gehakt en die voegen voor mij niet zoveel toe. Er kwam ook een reactie op mijn vraag van wat vind je ervan? Dat iemand die zei van kip, die lijken heel goed. En dat ben ik met haar eens. Ik vind vleesvervangers, ze liggen bij mij ook altijd wel in de vriezer. Ja. Want het is gewoon, het is gemaksvoedsel. Ja. Je koopt gewoon gemak. Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld wel, en als je dan het over merken hebt, Garden Gourmet heeft een spinazie rondo waar ons kind echt dol op is. Vivera heeft kroketburgers, waar geen kroket aan te pas is gekomen. Die had ik van de week, die vond ik. Die vinden ze hier ook heel erg lekker. Ik vind het echt niet te doen. Als ik zoiets eet, is het een kaasnietsel of zo, omdat me dat nog het meest aan iets echts. Ik vind dus veel van die kipkrokant. Vivera vind ik de kipkrokant dingen goed. Vegetarische slager. De pluimveesburgers, die zijn echt. Hun filet américain is niet van echt te onderscheiden van de rest. Ja. En, oprecht. En kips heeft vegetarische vegetarische paté. Ik weet niet precies hoe die heet. Bij ons heet hij die vegapaté. Misschien staat ook wel de naam. Die is heel fijn. Ja, we hebben best wel veel van dat soort vervangers in huis. Ja. Omdat we ook proberen wat bewuster om te gaan met de hoeveelheid vlees en vis die we eten. Waar ik het kan vervangen en de smaak net zo lekker is. Weet je, prima. Maar ik merk dat ik steeds vaker denk, kan ik een alternatief voor die vervangers doen? Ja. Want nogmaals, het is gefabriceerd spul. En ik wil eigenlijk het liefste gewoon, zo min mogelijk van dat soort fabrikaten eten. Ook omdat je gewoon niet weet wat het op de lange termijn met je doet. Dus het blijft een soort tweestrijd tussen aan de ene kant bewuster willen zijn met vlees en vis. Daar zijn vervangers voor, maar ook daarvan denk ik, ik weet het niet. We weten inmiddels natuurlijk ook wel dat niet per se de gezonde keuze is. Nee, maar dat is natuurlijk met niks wat in een fabriek bedacht is. Ja. We zijn van oudsher gewend om onbewerkt te eten. En door gemak, komt hij weer. Ja. Door gemak zijn we natuurlijk door de jaren heen verwend geraakt, of misschien wel verpest geraakt, met halffabrikaten of met geknutseld eten of dat soort dingen. Dus het is een hele lastige afweging tussen aan de ene kant bewust minder vlees en vis willen eten. Maar de vervangers die er zijn, zijn ook niet altijd wat je zegt. Nee. Jottem. Nee. Ik blijf het altijd een lastige vinden. Maar voor mij is het snel als het uit een zakje of een pakje komt. Maaltijdmixen, maaltijdzakjes, daar ben ik. Ik heb pas een keer een vers pakket gekookt voor het eerst in mijn leven. Toen zei mijn zoon, ik wil die. Nou, vooruit, prima, doen we dat een keertje. Een vers pakket, wat was het? Kip,
kipmadras volgens mij van de Albert Heijn. Ja. Ja, daar zit dan toch weer een beetje zo'n muffe kartonnen doos bijsmaak aan. Ja. Het is gewoon, ja. Het is ja, beter het is... dan de honing, dan de knor wereldgerecht. Sowieso. Maar ik had toevallig 2 weken ervoor had ik hem gemaakt uit het kookboek van Karin Luiten. Ja, die was echt veel lekkerder. Ja. En ik denk dat het is. Ik ben helemaal, nee, wat je hoort, ik ben helemaal niet per se tegen. Nee. En als jij het makkelijk vindt om op vrijdagmiddag te zeggen, joh, ik pak even zo'n pak uit de kast, want ik heb even voor het gemak, kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar weet wel dat er ook dat het anders kan. Ja. En dat het lekkerder kan. Nou ja, Karin heeft natuurlijk niet voor niets de term knutselvoer ooit het leven ingeroepen. En pakjes en zakjes zijn voor heel veel mensen nog steeds een oplossing. En ik ben ook van de doe vooral waar jij je prettig bij voelt. Precies, ja. Vers maaltijden, moet ik zeggen, vind ik dan weer. Nou ja, er zit in ieder geval vers groente al in. In de categorie groep. Gemak. Ja. Dat ik denk, nou, we hebben daar de afgelopen maanden prima op kunnen teren. Zeker voor mensen die niet vaak koken, is het een hele mooie. Ja, zo'n pureersoep, even snel ja. Alles in de pan. Ik vind dat meer gemaksvoedsel dan knutselvoedsel. Ja. Want daar zitten echte ingrediënten in. Er zit verse groenten in, weet je, noem maar op. Knutselvoer is voor mij echt iets wat in een fabriek is ontstaan. Ja. Want jij omschreef even dat pakje dat je had gekregen. Waar dat volgens mij ook een beetje de plank mislaat, is dat het niet zo makkelijk is. Heb ik het gevoel. Je moet er best nog wel veel voor doen. Als ik een vleesvervanger gebruik, dan is dat ook gewoon. Wat de situatie schets op donderdagmiddag. Mijn zoon komt uit van de BSO. Die moet over een half uur weer in de auto zitten omdat hij naar zwemles moet. Dus er moet snel eten op tafel staan. Dus dan is het aardappels, groenten, vegaburger. Ja. En als ik dan ook nog eens in die balletjes moet gaan zitten draaien. Ja, dat is bijna koken. Dat is bijna echt koken. Ja. Ja, precies. En ben je gewend als ik eens een keer echt kook? Nee, maar serieus. Ja, dan slaat dat daarin toch ergens een beetje de plank mis. Of zo, heb ik het gevoel. Maar goed. Ik zat ook nog te denken aan de dingen die ik wel gebruik. En ik heb laatst smashburgers gemaakt met tussen haakjes lamskuften van Redefined Meat. Ja. Dat was gewoon echt heel erg lekker. Ja. Dat die structuur klopt. Als je er wat mee maakt, klopt het. Jasper zei later van, oh, was dat geen echt lamsvlees? Ja. Ik dacht, oké, dit is echt wel heel erg knap gedaan. Ja. Dus het heeft ook hier weer, denk ik, te maken met de kwaliteit die je koopt. Ik moet wel oprecht zeggen dat iedere vorm van vegaburger, welk merk dan ook, en ik heb er echt een heleboel geprobeerd, het is alsof je een bakje kattenvoer opentrekt. Holy moly. Het is echt niet te doen. Het is heel, ja, en het is ook vaak zo, ja, vaak droog. Ja. Of, dat vind ik dan ook nog wel eens met die burgers, dan doen ze er van dat rookaroma bij. En dan is het echt alsof je in één keer met je hoofd in een asbak hangt. Of zo. Ja, dat vind ik zo heftig. Ja, het is het gewoon net niet. Maar goed, dat vind ik ook met vleesburgers uit de supermarkt. Vind ik ook niet te hachelen. Ja. Dat zijn dingen die je zo makkelijk in een paar minuten zelf in elkaar draait. Ja. Maar goed, er is een markt voor. En de markt wordt steeds groter. En je ziet het aan de supermarkten die erop inspelen. Albert Heijn heeft een hele Terra-lijn met alleen maar vegan en vegan. Er zit best een goede tussen, die Terra. Ja. Het was natuurlijk pas de week zonder vlees en zuivel. Toen was alles in de bonus. Dus we zijn flink wat meegenomen. Om gewoon eens wat uit te proberen. Bijvoorbeeld de Terra de Mayo daarvan. De mayonaise. Prima mayonaise. Ja. Echt helemaal prima. Ja. Voor mayonaise. Maar we hadden ook de crème fraîche. En die had ik champignons gebakken, een beetje van die crème fraîche erheen. Ja, dat was met. Daar zat dan dus toch weer wat kokosachtig doorheen. Ja, dat wordt heel raar. Champignons en kokos, dat werkte niet in mijn. Dat pakte mijn smaakpalet niet zo goed. Het is grappig toch dat we aan de ene kant heel mooi een verbreding van het assortiment zien op basis van vegetarisch en vegan. Maar dat het dus ook betekent dat er een heel assortiment aan pakjes en zakjes bij is gekomen. Die. Ja. Nou ja, toch een doelgroep dus aanspreken. En ik denk dat daar misschien ook wel het kruispunt zit. Als je wel wil, maar niet weet hoe. Precies. Zijn pakjes en zakjes natuurlijk een hele mooie manier om op heel laagdrempelige wijze een verandering te doen in je eetpatroon. Dus in die zin, ja, ik blijf er een beetje op terugkomen. In die zin juich ik het heel hard toe dat mensen wat anders proberen. Ik hoop alleen altijd zo dat mensen op een gegeven moment gewoon denken, oh, dit kan ik toch ook echt prima zelf. Er zijn zoveel kookboeken en recepten die je helpen om, nou ja, iets anders te doen dan de standaard dingen. Klopt.
Klopt. En dat hoop ik ook. Dat mensen niet blijven hangen op dat stapje van... oké, ik wil vegetarisch eten, dus dan doen we een vegaburger. Ja. Maar dat je inderdaad ook eens gaat kijken van... wat zijn de andere opties? Of aardappels, groenten. Ja, is leuk en aardig, maar misschien moet ik dan wel... geen aardappels, groenten, vlees eten 4 keer in de week. Of zo. Weet je, gewoon dat is een stap. Want wij zitten hier natuurlijk ook vanuit onze eigen bubbel een beetje te redeneren. Nee, natuurlijk. Ontzettend. Van mensen die het liefst elke dag 2 uur in de keuken staan... als het even kan en uitgebreid koken. Dat is natuurlijk maar een klein deel van de bevolking. Laten we wel wezen hoe uitgebreid het vegetarisch en vegan assortiment ook wordt. 80% van de Nederlanders eet gewoon nog steeds 4-5 keer per week vlees en vis. En nogmaals, wij zijn niet de smaakpolitie, wij zijn smaakmakers. Precies, precies. Dus iedereen moet dat vooral lekker op zijn eigen manier doen. Maar ik denk wel dat het gemak van knutselvoer op een gegeven moment ook je smaak... vervlakt en afbreuk doet aan alle mogelijkheden die er zijn. Met groenten, met paddenstoelen. Met bonen, peulvruchten. Daar kun je zoveel los mee gaan. Ik zie bij Nina van Chicks Love Food heel vaak linzen door bolognese in plaats van gehakt. Nou, dat heeft mij ook wel weer... Ik heb altijd lins in de kast staan. Dat ik dacht, oké, ik kan in plaats van paddenstoelen... want daar gebruik ik ook bijna geen gehakt meer voor mijn pastasauzen. Nou, dan doe ik een keertje linzen daar doorheen. Krijg je ook de vervanger, maar krijg je... Ja, het is toch een andere manier van naar dingen kijken. Ja, ik krijg een andere structuur, een ander gevoel. Ja, dus even kijken, want er kwamen dus heel veel reacties binnen. Ja. En dat was leuk. Het ging echt alle kanten op. Van gewoon op 3 uitroeptekens, bah. Oh, ik kreeg ook een hell no van Stefan, van mijn collega. Of yes, vega knutsel in plaats van vleesknutsel. Zoals krokante schnitzels. Nou, kan ik me wel een beetje aansluiten. Vega gyros werd genoemd, heerlijk. Zonder enge stukjes, klopt. Zoals je die bijvoorbeeld in dierlijke shawarma tegenkomt. Ja. Heb ik nog nooit op. Really Fine Meat en de vegetarische slager hebben daar een hele goede van. Goeie pita, even zelf wat tzatziki maken, sla erin. Echt top. Kijk, nou, dit, dat. Ik ook iemand die zei, liever niet, soms wel handig, meestal spijt. Wat een mooie, hele mooie vergelijking. De enige pakjes die wij eten zijn de Oosterse wraps van honing. En ik zoek een recept om die saus zonder het pakje te kunnen maken. Tips zijn altijd welkom. Ik ken het pakje niet. Ik denk dat Karin die heeft. Ik denk het ook. Kan niet anders. Ik zou zeggen, ga eventjes bij Karin kijken. Die moet er zijn. Ja. En ook wel toch, en ik ga hem toch even bijpakken, maar omdat ik hem... Ik begrijp hem niet zo goed. En dan gaan we hem... Als het jouw mening is... hou je mening lekker zoals die is. Ga niet denken dat ik je aanval. Maar iemand die zei... Als je dan geen vlees eet... dan moet je ook niet net doen alsof je vlees eet. Geen vleesvervangers als je geen vlees wil eten. En ik begrijp dat dus niet. Ja, ik snap hem wel. Maar omdat je toch iets gaat fabriceren... om een product na te maken... wat je dus eigenlijk niet wil eten. En... De grap is natuurlijk dat heel veel vleesvervangers... hamburgers, worstjes en dat soort dingen... zijn bedoeld om de dierlijke variant na te doen. Ja. Ik ken ook mensen die hun hele leven nog nooit vlees hebben gegeten. Dus die ook niet weten wat de dierlijke variant zou zijn. Dus ik snap de opmerking voor een deel wel. Ik weet alleen ook gewoon dat er een hele grote groep mensen is... die op deze manier geholpen wordt. Ja, en daarbij als je het gewoon toch... Als je deze redenering doortrekt... bedoel, we hadden het net over eventjes kort over alcoholvrije bubbels. Als je geen alcohol wilt drinken, moet je ook geen alcoholvrije bubbels drinken. Ja, dat is toch een hele rare... Nou ja, dat is toch een hele rare redenering. Ik denk dat het met name zit in het na willen doen van het oorspronkelijke product... en ook in het geval van alcoholvrije dingen zijn er... Het is altijd een net niet variant. Ja. Maar je zou ook inderdaad kunnen zeggen... ik ga naar een siroop toe of ik ga naar een mooie thee. Of ik ga niet proberen om een duplicaat te krijgen... die net niet is wat het oorspronkelijke is. Ja. Dus in die zin snap ik de logica wel. Alleen ik denk dat het voor heel veel mensen te lastig is... om breder te denken dan... Ik wil geen vlees eten, maar er zijn vleesvervangers... dan kies ik daar wel voor. Want dat is gemakkelijker dan wanneer ik zelf moet gaan nadenken... over hoe kan ik iets samenstellen dat wel lekker is, maar geen vlees is. Ja. Ja. Dus ik snap hem.
Ja. Hij is wat kort door de bocht. Ja, misschien is dat de reden. Is dat hetgene waar ik een beetje over struikel? Ja. Dat ik denk, sowieso ben ik niet degene. Omdat als dit jouw mening is en ja, zo zei erin, lekker goed voor jou, go for it. Maar ik vind hem oprecht lastig in mijn hoofd. Ja. In mijn hoofd landt het niet. Klikt het niet op deze manier dus. Wat wel grappig is überhaupt de discussie over eten in de vorm van wat is echt, wat is nagemaakt. Het is een discussie die bijna geen winnaars kent, omdat ieder zoveel meningen over zijn. Ja. En dat is ook prima. Hè? Laten we elkaar ook scherp houden om te kijken dat we niet steeds verder afkomen te staan van ons oorspronkelijke eten. Ja. Daar zit voor mij het grootste risico in als je het hebt over knutselvoer. Ja. We hebben de aflevering met Mai gehad over de toko. Over hoe een echte noedelsoep hoort te zijn. Nou, dan weet je dus dat de zakjes noedelsoep die in de toko liggen, dat niets te maken heeft met het origineel. Nee. Het is gemak. Ja, precies. Maar er blijft altijd een oorsprong voor ook een geknutseld gerecht. En daar zit een heel palet tussen aan mogelijkheden. Ja. Dus wil jij een echt biefstukje of wil je een 3D geprint biefstukje? Weet je, het feit alleen al dat het kan. Voor mij is een 3D printer iets die koekjes uitstekers maakt. En geen vlees tegelijkertijd. Ik heb ook vega burgers gehad in restaurants die echt heel erg goed waren. En als dat betekent dat mensen minder vlees gaan eten. Ja. Ja, go for it. Ja. Ja, in mijn ideale wereld zouden ze ook niet nodig zijn, denk ik. Nee, maar in de ideale wereld kookt iedereen. En ja, die precies, bestaat niet. Dat ik vind iedereen eten en leuk eten net zo goed als jij, net zo leuk als jij en ik. En ja, dat gaat niet. Maar gebeuren. Die wereld is niet. Niet op deze planeet. Nee. Dus het heeft een plaats. Ja. Ja, soms een kleedje een beetje tegen heug en meug, maar hij is er. Ja. Maar kijk alsjeblieft ook verder dan dat. Ja. Als je gaat stoppen met af en toe. Als je inderdaad zegt, ik ga een paar keer wat minder vlees eten. Prima met een tussenstapje, maar ja. Probeer ook die stap verder te zetten. Zeker. Superleuk. Je luistert naar Smaakmakers, een podcast van Zegert van der Linden en Suzanne Arets. Informatie en linkjes naar alle onderwerpen die we in de podcast bespreken vind je in de show notes of op smaakmakerspodcast.com. Over 2 weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt deze nieuwe aflevering en ook volgende nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.